Nou ja, de man of the match staat hier. Was het inderdaad een harde wedstrijd vandaag, Oussama? Ik denk van wel. Als je kijkt naar Sparta, staat er wel echt tegenop en erop. Ik denk dat ik een dikke enkel heb gehad van bepaalde spelers. Dus veel trappen. En, ja. Ik denk natuurlijk dat Sparta altijd wel een team was geweest die een beetje trappen uitdeelde. Maar goed, als je zo speelt zoals jij, dan voel je dat allemaal niet. Hè? Dan zit je in een flow. Nee, ja, zoals je zegt, ik voel me goed, ik voel me lekker. En ja, het maakt niet uit welke team. Ik denk dat het toch wel aan de kwaliteit is en wat je laat zien op het veld. Zullen we gelijk even dat moment van de wedstrijd erbij pakken. Jouw vrije trap in de eerste helft. Ja, we hebben het natuurlijk wel vaker gezien, hè, dat die bal eigenlijk op een onmogelijke afstand ligt. En dat je toch denkt, nou ja, waarom niet, hè? Ja, nee, ik denk dat jullie wel een paar goals van mij hebben gezien die ik zo trap bij Heracles. Ja. En hij vliegt er eindelijk in. En ja, moet je eerlijk zeggen, het is niet altijd raak, maar dit keer wel. Waarom neem je de ballen rond de 16 niet? Ja, die neem ik ook wel. Maar aan de linkerkant laat ik die jongens ook wel wat nemen. Je mag het ook een keer. Ja, je moet de ander ook een kansje geven, hè? Bazoer of Bruns. Nee, die staan er ook normaal naast mij. En ja, ik denk dat het een team waar je bij moet gunnen. Snap? En ja, natuurlijk heb ik een goede trap, maar er zijn ook andere spelers die al een goede trap hebben. Ja, want wij zagen je ook in de tweede helft nog eens een keer gewoon uit stand schieten. En zo loeihard. Ja, ik denk dat hij net overging. Ja, ik zat te kijken. Ik denk, wat moet ik doen? Dus ik dacht, waarom niet, snap je? Ja. Hij vliegt er net over, ja. Jammer. Ja, maar ook de Pasen. Hoe vaak heb je Daza niet aangespeeld aan de zijkant? We zagen hier nog een keer een fantastische actie op Darvalou. Je strooide vandaag, man. Ja, ik denk dat dat wel een beetje mijn spel is. Ik denk dat ik natuurlijk ook heel veel vertrouwen heb gehad van de club. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ik wel goed op mijn plekje zit hier bij Vitesse. En het is gewoon, zoals ik altijd al zei, een warme club en dat past goed bij mij. En gewoon eens een keer een heel seizoen, hè? Daar zitten we op te wachten. Ja, een heel normaal. Ja, dat hoop ik ook. Ik heb vaak geen voorbereiding gehad en dit keer heb ik het gelukkig wel gehad. En je ziet de resultaat, ja. Gaat alleen maar goed. Ja, koploper in de Eredivisie. Ja, wie weet voor hoe lang, maar je bent het in ieder geval nu met Vitesse. Toch wil ik even weten, hoe was het afgelopen week bij jullie, bij de club, als er zoveel coronagevallen zijn? Nou, ik moet zeggen dat de club het heel goed heeft opgepakt. Heel snel gereageerd. Het is natuurlijk niet leuk om de hele staf kwijt te raken voor een wedstrijd. En het is natuurlijk ook heel moeilijk voor hunzelf, want zij willen het liefst hierbij zijn. En we hebben tegen elkaar gezegd van, weet je, we doen het voor de staf en voor iedereen die er niet bij is en die er niet bij had kunnen zijn. Daar doen we het voor. En uiteindelijk hebben we, denk ik wel, de 3 punten binnengehaald voor hun allemaal. Want hoe ging dat dan? Was Letch vanuit de woonkamer de training aan het leiden? Een beetje de bespreking aan het doen? Dat weet ik zelf niet. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Maar we moesten testen. En volgens mij was het 2 keer achter elkaar. En uiteindelijk was niemand gelukkig positief van de spelers. Ben je bang om besmet te raken dan? Als het toch vrij dichtbij is? Ik niet, hoor. Nee, okay. Nee, mij doet het niet echt, okay. Echt wat. Dus voor mij is het belangrijk dat gewoon de spelers niet besmet raken. Want die hebben het hardst nodig. Gefeliciteerd nogmaals met deze overwinning. En ook met een fantastische goal. Top, dankjewel. Nu al doelpunt van de week. Dankjewel.